Ruim 1,6 miljoen tv-kijkers zagen gisteravond hoe Ronnie Flex plaatsnam in een van de stoelen van de jury bij The Voice of Holland. Het Zandprogramma op RTL 4 staat op de derde plek van best bekeken programma's van de Stichting Kijkonderzoek. Veel kijkers waren erg enthousiast over de gastcoach. Samen met Angela Groothuizen verving Ronnie Flex eenmalig de juryleden Wylon en Lil Kleine. Veel kijkers zijn lovend over het eenmalige optreden van de rapper, zo is te lezen op Twitter. Ze vragen zich af of Ronnie niet een vaste plek als coach in het programma kan krijgen. De finale van De Slimste Mens was het na het 8 uur journaal het best bekeken programma van de avond. 1,7 miljoen tv-kijkers zagen hoe parlementair journaliste Marieke van der Zilver, 33, de finale won. De fanatieke deelnemster zegt in een interview maar al te blij te zijn met haar winst. Sorry, maar ik wil gewoon echt niet verliezen. Het is vast een genetisch defect, zegt ze. Zoals verwacht wint Eva Jinek op vrijdagavond wederom met flinke cijfers van op 1. Naar de talkshow op RTL 4, die direct na The Voice of Holland werd uitgezonden, keken ruim 1 miljoen mensen. Het op 1 duo Sophie Hilbrand en Hugo Lochtenberg moest genoegen nemen met 653.000 kijkers. Push came the shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.